In de Singel in Antwerpen is vanavond de nieuwe voorstelling van kunstenaar en theatermaker Jan Fabre in première gegaan. In Prometheus Landscapes 2 draait alles rond heldendom. En of er vandaag de dag nog helden zijn. Gitte van Hooijwegen ging kijken en sprak met de schrijver Jeroen Olieslagers, want Jan Fabre wilde niet geïnterviewd worden. We need heroes now. En daar is hij, de Griekse held Prometheus, die het vuur stal van de goden om het aan de mensen te geven. Maar dat vuur bewaren blijkt moeilijk. En wanneer het te hoog oplaait, wordt het genadeloos geblust. You feel secure, yet you are locked up inside a pyromaniac's dream. Voor de voorstelling die helemaal draait rond heldendom en de vraag of we helden nodig hebben, werkte Jan Fabre samen met schrijver Jeroen Olieslagers. Tijdens de repetitieperiode hadden we het ook over Wikileaks en Julian Assange en de manier waarop een held, zullen we maar zeggen, iemand die informatie steelt in plaats van vuur, wordt gestraft door de goden, degene die de machthebbers, de huidige machthebbers. Dus daar gaat die voorstelling over, hoe dat heldendom overleeft, of dat het nog bestaat, en hoe dat het overleeft in deze tijd. De voorstelling laat een explosie aan beelden los op het publiek en er valt aanvankelijk weinig optimisme te bespeuren. Maar er is ook hoop. I resist and I say gods and curses be damned. Ik denk dat er zeker een element van hoop in zit en trouwens eigenlijk belangrijk is ook. Namelijk dat veel van dat heldendom en van dat held zijn besloten ligt in jezelf. En van de beslissingen die je zelf treft. Dat heb ik geprobeerd om duidelijk te maken in die tekst. There is no future. The reign of possibility is infinite. Let these ones be heroes.